eindelijk zijn we weer terug, jongens. We zijn op dit moment onderweg naar Polen. Als Jordi even het tankstation filmt, hier zo, kan je zien dat we nog in Nederland zijn, helaas. Maar de eerste stop moesten we al maken. Jordi moest even pissen, even wat te eten halen. Maar wat gaan we deze dagen doen? We zijn dus uitgenodigd door een nieuwe vuurwerkwinkel in Polen. Op de locatie waar we eigenlijk altijd zijn. We mogen zelfs stoken daar, hè? Ik hoop het. Laat het open. Ze hebben voor ons een soort van stookterrein geregeld. Waardoor we dus een aantal uren gewoon legaal mogen afsteken. Hey. Wat er net gebeurde was wel echt dik. We gingen dus naar het toilet. En ik ging die wc uit. En Jordi dacht dus, want hij riep mij nog een naar. Hij zegt dus van, Mies, kom eens, dit is fucking ziek. Dit is echt heel ziek. Dus, maar in de tussentijd kwam er dus een oude... Hij bleef gewoon staan daar zo en er kwam iemand anders naar binnen. Een oude Duitse man ging voor mij dus naar binnen. Maar Jordi dacht dat ik het was. Dus hij gooit zo'n volle natte wc-pol naar die man toe, want die dacht dat ik het was. Echt super mooi. Maar goed, zo maak je weer wat mee. Polen kunnen wel wat hebben. We moeten nog, als jullie dat kunnen zien, 6 uur eigenlijk. En dan pas komen we aan. We zijn niet eens nog in Duitsland. Hopelijk zijn we dat wel snel. Dan kunnen we een beetje in gaan schatten of het druk is op de weg. Want het is natuurlijk, iedereen komt terug van vakantie. En dan heb je ook de kans dat het heel erg druk op de weg is. Even doorschakelen, Jordi. Nou, Jordi moet nog een beetje leren, want die heeft natuurlijk net zijn rijbewijs. Oh, je bek, man. Nog 2 uur en 14 minuten. Daar komen we aan. Ik met hoe ik jonkels aansteek op een kookplaat. Pull up in een wakkie die mijn competitie boost maakt. Dik is nog gevoelig van die sloppy als het droog maakt. Sowieso een loopie als mijn tweede telefoon gaat. Ik kom van beneden, ik heb die AMG'tje zelf verdiend. Melly die zat binnen, ik bleef storten als een echte vriend. Body is belachelijk, mijn band die wil nu rente zien. Nou, we zitten dus 46 minuten van Polen. Maar ik hoop niet dat dit een voorteken is, man. Zo. Wat een weer. Kijk dat aan de zijkant. Alsof je door de wasstraat gaat, kijk. Je ziet ook gewoon echt geen fuck, geloof ik. Nee, is echt niet normaal dit. Maar volgens de voorspelling is het dadelijk droog. Je ziet echt helemaal niks. Dus dan kunnen we dadelijk gewoon gaan doorstoken. Of in ieder geval eerst naar de winkel en daarna gaan stoken. Kijk, er zijn mensen eruit aan het plukken daar. Ja, ziek, hè? Kijk, daar staat ook... Ja, die busjes, hè? Ja, want daarachter staat ook meer politie. Ik ga helemaal... Ja, jongens... Heel de achterbak zit vol kleding, kut, sorry. Ja, jullie zien het al. We komen bij de grens aan. Over 6 minuten zijn we niet bij ons hotel, maar bij de Funkenstore. Want die gaat sluiten, hè? Precies. Die sluit zo meteen om 6 uur. Dus wij dachten, weet je wat... Als we dan toch bezig zijn, pakken we hem er gelijk bij, toch? Ja, dus we dachten van, weet je wat, we gaan inderdaad eerst even naar de Funkenstore. We zien inderdaad politie die gewoon die auto's of die busjes aanhoudt hier. En dan zie je dus dat ze echt specifiek... Dat ze echt specifiek voor busjes gaan. Moet je kijken, gek. Hoi, yo, hier. Busje aangehouden. Staande gehouden. Staande gehouden, inderdaad. Oh, die kijk, die hand heeft die vuurwapen gelijk. Kijk dan, hier, ze controleren gewoon de auto's eruit. We rijden dus nu over de brug. Over 200 meter neem de vierde afslag op Rondo Solidarnosky naar Nadorsanska. Nadorsanska. Staken, we rijden even richting de Funkenstore, jongens. Want die sluit dus over 3 uur. En dat is nog wel een hele tijd hoor, maar zoals ik eerder in deze video heb gezegd, gaan we of zijn we op uitnodiging van een nieuwe vuurwerkwinkel hier in Polen. En die gaan dadelijk afsteken met ons. We hebben echt, op de planning staat volgens mij echt het stoken van 2.500 euro aan vuurwerk als het niet meer is. Dus we willen eerst even naar de Funkenstore om daar ook even wat te filmen. Want de aantal dagen dat wij hier zijn, is de Funkenstore gesloten. Dat is echt heel jammer. Maar we hebben dus nu de enige mogelijkheid om even te gaan. We staan op dit moment voor de Funkenstore. Jullie kennen het inmiddels wel al, maar ik dacht van weet je wat, we gaan even kijken of ze nieuw vuurwerk hebben. Want we zijn hier natuurlijk voor het laatst geweest een jaar geleden. Dus ik dacht van, we kunnen jullie niet dit niet geven om even te kijken wat ze hier dus hebben aan nieuw vuurwerk wellicht. Blijft een zieke winkel, als je dit zo ziet, moet je dat logo zien. Jordi kan hier wachten, gaat alvast naar binnen. Ja, jongens, zoals jullie zien, de welbekende vitrines. Hey, kijk deze dan, kometenbomben. Heel veel mensen vragen daar ook naar. Zie je die kometenbommen daar staan? Ja, man. Of ze nog te koop zijn. 22 euro voor een pak. Ja. En die cakes hier staan. Dan moet je kijken, jongens. Dit is dus de vitrine zo. Oh, dat is wel een mooi design, man. Kijk die waaiers daarboven.
Die ken ik niet, man. Dat is toch van die mots? Hè? Zijn dat mots? Ik kan het zelf samenstellen. Die zon. Dat al die Belgische zooi hier nog ligt, gek. Kijk, 5 euro, maar dat is nog niet heel speciaal. Het is gewoon echt, hè? Dit. Ja. Het zijn gewoon echt geest. Mag ik wel hopen, anders word je al flink getild voor die 400 euro. Je hebt hem alleen verkeerd om, goos. Deze lijken best op die HBF's, die is in België al, eerlijk? Die Scala-raketen, ja, man. Of Zena Lightyear, maar dan een Pols variant. Oh joh, je hebt gelijk, man. Ik ben benieuwd, man. En hoe laat is het nu? 3:15. Om 7:00 worden we dus verwacht op een stookplek. En dan mogen we ook gewoon onbeperkt afsteken. Dus daarom gaan we ook zeker wat halen. Deze staan dus ook op de stookplek. 45 mm dus. Nieuw van Jorgen. Mooi product. Dat is super. Ik zie hier trouwens een paar vuurpijlen, man. Beetje leegachtig, hè? Ja. Maar ik zeg eerlijk, kijk, die stoppen van al die hoofdhouders. Het is waarschijnlijk van het hard plastic. Nou, val mee. Dit is niet zo safe. Maar ik zeg eerlijk, het is een hele mooie winkel. Vlak bij de markt ook. Hier zit de markt in Soublies. Dan heb je hier gelijk de winkel. Kijken. Wat we daar zien staan. Oh ja, gaan polymeerschoenen baard doen. Dat is ziek. Maar daar wie dan? Lekker bezig, koetje. Niet zo, niet zo. Dat ik ook zo. Ja? Alleen voor meer. Dat ze wat op zich nog even. Gaan we nu toch afvoegelen? Moet je beetje. Oude vertrouwde McDonald's. Jordi is daar super blij mee natuurlijk, want we hebben de hele dag niet. Hoe lang hebben we niet gegeten? 12 uur. 12 uur niet gegeten, jongens. Maar hier gaan we die oude vertrouwde Wiesmack even halen. Voor de mensen die wel eens naar Polen gaan, haal echt die Wiesmack. Ik zeg het ieder jaar weer. En dan gaan we straks even naar de stookplek. Waar we hebben afgesproken. We hebben ook vuurwerk, waaronder deze dingetjes. Hier, ja man, net. Brede plek ook wel. Je bent zelf breed, gek. We gaan zo meteen in ieder geval naar de stookplek. Het is nu 4:45. En het is wel echt keihard aan het regenen. Maar waarschijnlijk, wat we er net hebben laten zien in de vlog. De regen die we in Duitsland zagen op de weg. Dat is nu de bui die hier naartoe is gewaaid. Dadelijk gaan we naar de stooklocatie. We zagen AW Fireworks ook. Dus het wordt sowieso even gezellig om te stoken. Maar we weten niet precies wat de bedoeling is. Ze hebben gezegd, er staat een pallet klaar voor ons of zo om te stoken. Nou, we gaan het zien. Een soort van mystery box. Laat je verrassen. Ja, laat ons verrassen. Jullie gaan het zo meteen ook zien. In ieder geval iets van 2.500 euro aan vuurwerk. En ook losse knallers hebben we natuurlijk gehaald. Kunnen we stoken. Maar het moet wel droog zijn. Want als het niet droog is, jongens, en het is dit weer, dan is het echt niet te doen. Dan is het niet te doen, nee. Ja, man, 4:45, jongens. Komen we bij de Mac aan. Kijk hoe druk het is. Niet normaal. Hé, dat vind jij niet low, hè? Nou, opschieten. Sta je in die rij? Ik in deze rij. Ja, jongens, ik vergat trouwens te zeggen. Dit is dus de welbekende Wiesmack. Moet je kijken hoe lekker die eruit ziet. Jordi heeft hem na een aanrader van mij een paar jaar geleden is hij ook begonnen met hem te nemen. Geen spijt van, hè? De beste die ze hebben, denk ik. Ja, dat is echt de beste burger. Maar ik moet zeggen, de prijzen zijn niet meer zoals vroeger hier, man. Het is steeds duurder. Nee, het is echt duurder geworden, man. Ja, jongens, volgende stuk. We staan hier achter het fort waar we zo meteen gaan stoken. Zelfs met wapens mogen schieten. Ik weet niet of we dat gaan doen, maar het zou wel dik zijn. We zijn nu nog aan het wachten op de bus. Want hun zijn met de bus gekomen. Niet een soort van stadsbus, maar gewoon een busje met vuurwerk erin. We hebben zelf vuurwerk bij ons. En dan kunnen we hier naar binnen. Maar als jij even daar naartoe filmt, even kijken daar wat voor lucht je daar ziet. Ik denk echt dat het zo meteen helemaal los gaat. In ieder geval mogen we echt ruim tot 10:00 stoken, ook nog in het donker. En daarom heb ik deze nieuwe lamp bij me. Die gaat zo meteen even op de camera. Hier komt ook al bezoek aan. Dus we zijn niet de enige, maar wel de eerste. Dat zie je hem staan, Rick. Wat een weertje. We gaan zo stoken, jongens. Geweldig. Wat een vlog nu al. Zal ik het raampje open doen? Nou jongens, we zijn hier dus naar een plek geleid. En als het goed is heb je daar ook wapens liggen. En dan mogen we hier zo schieten op het terrein. Eigenlijk komen we voor het vuurwerk. Maar ja, hoe ziek is het om met wapens te schieten? Helaas kunnen we dat volgens mij niet op YouTube laten zien. Weet jij dat, Hidde? Ja, volgens mij kan het wel, maar ik zou er wel mee uitkijken. Voordat de video's dadelijk verwijderd worden ofzo. Nee, dit mag wel. Ja, maar op YouTube ook?
Ja, serieus? Ja. Zo, wat joh. Wat een sfeertje, jongens. Niet normaal. Dat is Polen, hè? Dus jongens, zoals jullie kunnen zien, heb je een flink aantal pins. Moet je kijken hoe groot. Daar wordt met wapens geschoten. Maar dat kunnen we helaas niet op YouTube laten zien. En we hebben net al natuurlijk ook andere beelden laten zien. We zijn hier met AW Fireworks, jongens. We zijn er ook bij. Kan geen toeval wezen. Kan inderdaad geen toeval wezen. Dit is een fort opgezet plan, jongens. Polen. Hoe ja, toevallig. De winkel. Wat we hebben, zijn mooie knalletjes. Ik heb ook nog wat in mijn broekzak. Van een andere stooksessies. Ja, ik ben nog bezig hè, met alles uit die tas te halen. Hij is nog bezig. Ouderwets een rugzakje. Staat vol. En we hebben hier een mooie doos. Wat hebben we er allemaal in zitten, jongens? Allemaal voor snoepgoed. Nou ja, hier is AW heel erg fan van. Van dit soort fonteinen. Zo. Die rook blijft ook echt abnormaal hangen gewoon. Zo'n mooi effect. Ja. Voor de groene wereld die wij verlangen. Heel erg ecologisch. Zo. Gelijk al een vlam, gek. Ja, dat zit op dat lont. Mooie stooksessie. Het mooiste is inderdaad. Het rook lekker blijft hangen. Mooi. Hey. Jan, wat heb je daar? Goed dit. Kom eens kaarsje. Traantje erbij. Waar moet dat ding aansteken? Boom. Duurt lang. Hij gaat wel lekker lang door. Hij zei ook tegen ons in die winkel dat deze inderdaad heel goed was. Een van de beste fonteinen van Polen of zo, zei hij. Ja, nou, heel apart effect. Hey, ik zou hem wel wat verder wegzetten, of hij niet? Hij komt dus best wel hoog, zegt ze. Meer van het afdakje. Nee, volgens mij niet zo hoog hoor. Maar ja, 3 meter ja, of zo, dat valt zich wel mee. Maar... Hoi, joh. Wow. Dat is wel leuk. Ja, die is heel mooi. Denk... En of is hem. Steek er even een mooie cake aan, jongens. Ik denk dat ze niet laten wat aan dat doen, ja? Tot dan. Ah, dat taak ze bier op zich. Wat een ding, jongens. Very nice. Zo kan je ook een cake standaard hebben, jongens. Deze is dus nieuw. Kan uit elkaar knallen natuurlijk. Mooi ding hoor je dit. Echt een goed ding dit man. Hey, iemand idee wat die kostte? Ja jongens, we staan hier dus op de stooklocatie. Net een aantal cakes gedaan. We gaan nu even gaan ze een paar pijlen doen. Kom maar mee. Ik blijf het zeggen, het is wel echt ziek geregeld. Want
We staan hier gewoon op een schietterrein waar dus een vergunning voor afgegeven is om af te steken. Ze hebben zoveel vuurwerk, dus ik denk dat dit de keer wel wordt waarin we het meeste vuurwerk zien, of niet Jordi? Nou, dat niet denk ik, maar we hebben meer dan genoeg. We hebben al gekke trips gedaan, maar qua sier... Ja, qua sier gaan we nu al de mooiste dingen zien, denk ik. Laten we even maar met onze studiolamp dat die pijlen gaan filmen van ze. We zijn allemaal bezig met projecten namelijk. SBS6 in de building. Mooi kijken. We zijn bezig met improviseren. We maken deobussen hebben. Nou, dit zijn dus alle pijlen bij elkaar, jongens. Dat zullen niet allemaal gaan, hè? Wat pijlen, hè? We staan hier nog steeds. Kijk dan, de drie grote jongens. Ja. Wat een burst. Hey, burst gek. Geen lullig bakkie, man. Go. Yes. Jan, hoe was je het zeer dan? Door, jongens. Wat een ding, hè? Hey, die lijkt een beetje op die Franse cakes, maar uit Duitsland. We gaan nu de Godzilla doen, jongens. Wat een shot. Het lijkt wel oud en nieuw hier, man. Zo ruikt het ook. Short of niet? Cake smeulen nog even na. Kijk, dat zijn ze, man. Moet je kijken hoe groot de cake, jongens. Met 6 mensen takelen ze deze cake naar de stooklocatie, jongens. Wat een cake. Oh, nee, maar kan toch ik niet? Ok, and roll! Oh.
Wat een ding, jongens. Yes, jongens. We zijn op dit moment op de hotelkamer. Gewoon het oude vertrouwde hotelkamertje zoals jullie zien. Kijk, dit is het bed. Uitzichtje zo daar. Gewoon het standaard oude vertrouwde. Morgenochtend hebben we ook een ontbijtje hier zo. Ik weet niet of ik dat echt per se ga filmen. Want we gaan waarschijnlijk nog wel een keer een trip maken. Maar morgen staat ook weer op veel dingen op het programma, jongens. We gaan naar vuurwerkwinkels. Waarschijnlijk terug naar de Pyro Shell. De markt zijn we nog niet geweest. Hey, we zijn gewoon niet eens op de markt geweest vandaag. Gewoon niet eens gekeken daar zo. Dus ik bedank jullie voor het kijken naar deze leuke vlog. Want ik zeg je eerlijk, we hebben veel gestookt. We hebben echt gestreden voor leven. En ik denk dat het gewoon de hoogste tijd is om gewoon lekker te slapen. En morgen gewoon met volle energie weer de dag te starten. En ik ben echt heel erg blij dat we nu op deze hotelkamer zijn. Want deze bedden liggen ook super goed. Thanks voor het kijken. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren. En binnenkort, jongens, veel meer Polen video's. Want het seizoen staat nu echt voor de deur. Later.